Ja, ik wou zeggen, ik ga u geen hand geven, maar ik wil u bij deze te feliciteren met uw benoeming tot titularis orant. Bart, dat is nu al bijna 3 maanden dat jullie elke dag op het Okzaal gaan staan. Klopt. En zitten. Het waren de liederen van schoonheid, troost en hoop. Ik denk dat jullie heel veel mensen, en dat gaat voor jullie alle drie eigenlijk, ook de cameraman, de mensen heel veel troost en hoop hebben gegeven. En iedereen heeft ervan genoten. Maar voor jou natuurlijk zat er ook een positieve kant aan. Het was de gelegenheid om het orgel te leren kennen, dat grote historische Van Hagen-orgel uit de 17e eeuw. Mm-hmm. Heb je jezelf voelen evolueren eigenlijk op dat orgel in die 3 maanden? Ja, ik denk dat elke instrumentalist, om het zo te zeggen, een bepaalde inloopperiode heeft. Mm-hmm. Als organisten zijn we natuurlijk gewoon om heel vaak op andere instrumenten te komen. Je neemt meestal, denk ik, toch nooit een groot orgel mee op reis of op tournee. Dus dat wil zeggen dat als je zoveel tijd krijgt met een instrument, dat dat op den duur een verlenging wordt van jezelf. In die zin is het een godsgeschenk geweest om hier zoveel tijd te kunnen doorbrengen.